Op vraag van heel veel mensen ga ik in deze video toelichten hoe je kan voorkomen dat je kind narcisme ontwikkelt. Er is heel veel onderzoek verricht geweest of narcisme wel of niet erfelijk is. En er bestaat gewoon geen eenduidig bewijs over. Zo kan het voorkomen dat er ouders zijn die zelf geen narcisme hebben en dat een kind toch narcisme ontwikkelt. En andersom werkt dat ook, is dat bijvoorbeeld een van de ouders of beide ouders narcisme hebben en dat het kind narcisme ontwikkelt. Maar dat is geen garantie. Dat is geen standaardregel. Alles begint bij de opvoeding. Alles begint bij de hechtingstijl die je aan je kinderen geeft. Om te beginnen moeten ouders voorkomen dat ze hun kinderen voortdurend het gevoel geven dat ze heel erg speciaal zijn. En er is op zich niets mis mee met je kind het gevoel te geven dat hij of zij uniek is. Maar als je je kind continu op een ongezonde en destructieve manier het gevoel geeft speciaal te zijn, dan kan het kind een grandioos zelfbeeld ontwikkelen. En dan kan het kind gaan denken dat het boven de normale normen staat. En dat zien we ook heel vaak terug bij ouders die negatief gedrag van het kind gaan goedpraten, ouders die negatief gedrag van het kind niet gaan bestraffen. En wanneer dat ouders zich in dat vaarwater bevinden, dan bestaat de kans dat het kind narcisme kan ontwikkelen. En ik wil het uitdrukkelijk zeggen met de nadruk op kan ontwikkelen. Dat is geen standaardregel maar ik denk wel dat we het erover eens zijn dat als je kind bijvoorbeeld iemand agressief aanvalt gaat slagen, gaat schoppen, weet ik veel wat, en je gaat je kind zeggen dat het goed gedaan heeft, dan draag je niet bij aan een gezonde en veilige hechtingsstijl. Ten tweede moeten ouders er ook voor zorgen dat ze zichzelf niet narcistisch gaan gedragen. Want een kind imiteert gedrag. Een kind doet altijd voor wat dat het van zijn of haar ouders ziet. Dus als een kind opgroeit met een moeder of een vader die anderen voortdurend gaat afbreken en dat blijft Jaren na jaren aanslepen, dan bestaat de kans dat het kind dat later ook bij anderen gaat doen. Dus het is heel belangrijk dat ouders daarin zelf eerst het goede voorbeeld geven. Bovendien moeten ouders ook duidelijke grenzen naar hun kinderen stellen. Kinderen die niet opgroeien met grenzen, die gaan een grenzeloos leven leiden. Die gaan denken dat ze alles mogen, dat ze zich alles mogen permitteren en dat de regels en wetten niet voor hen gelden. Dus duidelijk grenzen stellen is in de opvoeding heel belangrijk. Bovendien kan het oververwennen van kinderen ook voor emotionele problemen bij het kind zorgen. Als je kind continu van alles gaat geven en constant gaat oververwennen, dan leert het kind niet wat dat gezonde waarden en normen zijn. Hierdoor ga je te veel macht aan het kind geven, waardoor dat het kind gaat denken dat het alles kan en dat het vervolgens ook negatief gedrag mag vertonen. Want als ze dat negatief gedrag gaan vertonen, dan weet het kind dat het daarmee beloond gaat worden. Dus het is ook heel belangrijk om hier duidelijk grenzen in te stellen. Stel nu bijvoorbeeld dat je kind op school gepest wordt of dat je kind op school iets meegemaakt heeft en die heeft uitgehaald naar een ander kind toe, dan is het heel belangrijk dat je als ouder daarop inspeelt, dat je als ouder daarop ingaat en dat je het kind. Zo nodig gaat straffen. Want het is alleen op die manier dat kinderen gaan leren, dat kinderen gaan beseffen dat bepaalde zaken gewoon niet tolereerbaar zijn. Maar als je dat allemaal gaat goed praten en dat allemaal gaat accepteren, dan is de kans groot dat het kind ook hier een grandioos zelfbeeld gaat ontwikkelen. En dat kan er dan weer voor zorgen dat er later sprake komt. Kan zijn van narcisme. Kinderen moeten ook leren dat een gebrek aan empathie en egocentrisme niet leiden tot succes. Ze moeten ook leren dat het volledig gericht zijn op zichzelf niet nodig is om in iets te kunnen slagen. Ouders moeten hun kinderen dankbaarheid, mededogen en respect bijbrengen. Want het is net door die aanpak dat kinderen net leren dat niet alles in het leven vanzelfsprekend is en dat ze hard moeten werken om iets in het leven te bereiken. En uiteraard zijn liefde en aandacht heel essentieel voor het kind, maar dan hebben we het over gezonde aandacht en dan hebben we het over een gezonde vorm van liefde geven. En dat betekent ook dat je kinderen een bestaansrecht hebben, dat je je kinderen laat zijn wie dat ze willen zijn. Dat als je kind bepaalde levenskeuzes maakt om zijn pad uit te stippelen, dat je dat als ouder kunt accepteren, dat je dat kunt aanvaarden. En voor een ouder betekent dat dat ze hun kind vertrouwen geven, dat wat het kind zegt, dat het kind gehoord wordt. Want het is hierdoor dat het kind een gezond gevoel van eigenwaarde kan ontwikkelen. Ouders kunnen hun kind voldoende zelfvertrouwen geven door de stem van hun Kind te aanhoren. Dus als je kind bijvoorbeeld emotioneel is, of je kind voelt zich rond bepaalde zaken niet goed is dat je als ouder ernaast gaat zetten en dat je luistert naar je kind, dat je naar de belevingswereld van je kind gaat en dat je op die manier een veilige omgeving aan je kind kan bieden zonder oordeel. En het is heel goed en heel belangrijk dat je je kind al die liefde en vertrouwen wil geven. Maar als ouder moet je ook vermijden dat je kind superioriteit gaat ontwikkelen. En dat betekent dat je niet tegen je kind moet zeggen dat het altijd alles goed doet. Een wetenschappelijk onderzoek is het bewezen dat ouders die alleen maar liefde en empathie aan hun kind geven ongemerkt narcistisch gedrag bij het kind toeneemt. En concreet betekent het dat kinderen moeten leren dat negatief gedrag consequenties heeft. En dat kinderen ook het gevoel van falen moeten ervaren zodat ze leren dat niet alles van de eerste keer lukt. En dat niet alles van de eerste keer een succes kan zijn. En dat is de belangrijkste leerkurve om ervoor te zorgen dat het kind een gezond zelfbeeld kan ontwikkelen. Dus als je als ouder wil voorkomen dat je kind narcistisch wordt, dan moet je ten eerste al stoppen met het kind ongezond onvoorwaardelijk liefde te geven, gedrag bijsturen daar waar dat het nodig is, je kinderen niet extreem complimenteren en gaan overwaarderen, emotioneel onbeschikbaar blijven, blijf als ouder steeds duidelijk uw grenzen aangeven, dat uw kinderen een eigen bestaansrecht hebben en dat je die bestaansrecht niet gaat vervormen. Naar een ideaalbeeld dat jij zelf hebt, breng je kinderen altijd morele waarden en normen bij en zorg voor een veilige en respectvolle omgeving. Daarnaast is het heel belangrijk dat als je kind zich bijvoorbeeld gefrustreerd, emotioneel of boos voelt, is dat je je als ouder empathisch kunt opstellen? Laat je kind zien dat je een luisterend oor bent. Geef je kind het gevoel dat het met zijn of haar verhalen tot bij jou kan komen. Geef je kind het gevoel dat het geen angst moet hebben om zijn gevoelens te uiten. Want het is net op die manier dat je de vertrouwensband met je kind op een gezonde manier kan ontwikkelen. Beloon het kind bij positief gedrag, maar stel ook duidelijke grenzen als het kind gedrag vertoont dat niet oké okay is. En ook dat hebben kinderen nodig om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en om te voorkomen dat er sprake zal zijn van een ongezonde vorm van grandiositeit. Ik krijg ook heel vaak berichtjes van ouders die naar mij toe komen zeggen mijn kind vertoont narcistische trekken, narcistisch gedrag, Fabio wat moet ik doen? Wanneer je problematische persoonlijkheidskenmerken bij je kind vaststelt, dan is het heel belangrijk om als ouder consequent te zijn. Positieve gedragsverandering is een constante dynamiek die in een huishouden aanwezig moet zijn. En dat kunnen ouders alleen maar bekomen door duidelijk grenzen te stellen en daar waar nodig streng te zijn. Blijf daarnaast redelijke eisen aan je kind stellen. Hou daarbij vast aan normale omgangsnormen met mensen. En dat betekent dat als je kind in contact komt met iemand vanuit een andere cultuur of iemand met een andere huidskleur is dat je aan je kind duidelijk maakt dat iedereen authentiek is en dat iedereen uniek is. Vermijd manipulaties, bedreigingen en grensoverschrijdend gedrag. Wat ik heel vaak ouders zie doen, is dat ze hun kind gaan bedreigen, gaan zeggen dat ze dit niet krijgen en dat niet krijgen. Probeer dat zoveel mogelijk te vermijden, want ook dat komt de ontwikkeling van je kind niet te goede. Zorg dat je als ouder de juiste discipline bezit om je kind bij overtredingen de consequenties te laten dragen. Want voor ouders is het heel belangrijk om hier een stabiel evenwicht in te vinden. Leer je kind dat het oké okay is om fouten... Te maken en dat we uit die fouten onze lessen leren. Laat je kind in zijn of haar eigen waarde zijn wie het wil zijn. Moedig je kind altijd aan om zijn of haar potentieel te ontwikkelen. Help je kind bij het maken van verstandige beslissingen zonder je visie aan je kind op te dringen, zonder je kind te dwingen om een keuze te maken die pas binnenin jouw denkkaders. En tot slot, probeer je kind niet te kneden of te vervormen tot een idee die jij van je kind wil hebben. Als je kind bijvoorbeeld graag blauw draagt en jij vindt dat een afschuwelijke lelijke kleur, ga dat dan niet van je kind afpakken. Ga dan je kind daar niet mee confronteren. Kinderen zijn geen constructie van je eigen gedachten. Kinderen zijn geen constructie van wat dat jij in een kind wil zien. Kinderen worden geboren als een onbeschreven blad. Kinderen hebben een bestaansrecht, zoals ik daarnet al gezegd heb. En kinderen zijn vrij om te exploreren en hun eigen leven en toekomst uit te stippelen. Zit je zelf verstrikt in zo'n situatie en heb je alles geprobeerd... Maar niets helpt, zoek dan professionele hulp. Wacht daar zeker niet te lang mee, want hoe langer dat je wacht met professionele hulp te zoeken, hoe moeilijker dat het ook is dat je kind daadwerkelijk kan en zal veranderen. Negatief gedrag kan bij kinderen afgeleerd worden wanneer dat ze nog jong zijn. Dus dat betekent dat als je de eerste signalen ziet van problematisch gedrag, pak de koe bij de horens en raadpleeg een therapeut. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Laat je reactie dan onderaan in de videobeschrijving achter.